90 studenten van de HAN moeten hun tentamen overdoen. De toets bleek niet te hebben voldaan aan de kwaliteitseisen. Dat bleek omdat meer studenten dan normaal onvoldoende hadden gehaald. Een beoordelingscommissie had een aantal vragen over het hoofd gezien. Die bleken achteraf te makkelijk. De HAN heeft de betrokken studenten excuses gemaakt.